Mijn naam is Noah, ik ben 11 jaar oud en ik ben een watertaxibedrijf begonnen. Hoe lang dorst dit al? Misschien drie weken of zo. En hashtag drok? Mijn ambitie, ja. Yeah. Hoe best op het idee kwam? Nou, ik vertelde aan mijn vader, zeg maar, dat sommige kinderen die willen dan overvaren of zo. En dan hebben ze toevallig 5 cent op de grond gevonden of zo. En dan geven ze dat. En toen zei mijn huidje van, ja, dan kun je toch wel gewoon een watertaxibedrijf beginnen. En dan gewoon voor 2 euro per ritje. En nou ja, kun je wel een beetje verdienen in de zomer. Dat is een zomerbaantje. Dus toen dacht ik van, ja, het is een goed idee. Dus diezelfde dag had ik nog bordjes gemaakt. Waarop staat dit, zeg maar. Had ik zo geverfd. En de volgende dag was het droog. En toen ging ik het op mijn bootje, zeg maar, vastbinden met touw. En toen ben ik rond gaan varen met zo'n bel. En toen, ja, spreek je soms mensen aan van, wil je meevaren? En dan soms willen mee en anders niet. En dan zeg ik, stap maar in. Ja. Ja, ik heb het wel druk gehad, ja. Met die hitte vooral ook. Ja. En het was wel druk. Ja. Met toeristen en zo. Ja. Maar is hier altijd zo druk? Ja, Brokkum is wel echt zo'n beetje zo'n vakantiebestemming. Ja. Wel best wel populair, zeg maar. Ja. Er zijn hier ook best wel veel bed and breakfast en zo. Oké. En wat voor klanten had je al aan boord, hoor? Ik heb wel Chinezen gehad, ik heb wel Italianen gehad, Duitsers, maar vooral Nederlanders. En waarom doet het? Omdat ik het leuk vind en omdat ik er natuurlijk een beetje geld mee verdien. Want wat is er zo leuk aan? Nou, gewoon op het water zijn en mensen overbrengen en gewoon dat iedereen je aankijkt en zo, een beetje aandacht vind ik wel leuk. En bist toch zo'n ondernemer? Ik denk dat ik het een beetje van mijn huid heb. Want hij is ook een eigen bedrijf begonnen. Dus dat zei mijn huid ook al van, ja, misschien heb je het wel van mij. En dat zou dus best kunnen. Want wat was het letter worden? Ik heb eigenlijk echt nog geen idee. Echt geen idee. Ik denk sowieso geen kantoorbaantje achter de computer. Vind ik hartstikke saai. Want dan zit je alleen maar op je luie krent. Ik heb wel wat om te doen, zeg maar. Precies, joh, met alles. Graag gedaan. En ik wens je ook een fijne dag verder. Ja, hey, bedankt, hè. Ja. Doei. Doei.